Als klein meisje was ik heel blij op de plek waar ik opgroeide. Ik had heel veel vriendinnen en daarmee gingen we altijd buiten spelen en allemaal andere dingen doen en dat vond ik altijd heel erg leuk. Maar thuis ging het ook niet zo goed. Mijn ouders maakten heel erg veel ruzie. En daarom moest ik naar een opvang vluchten. Dat was voor mij heel erg spannend en heel eng, omdat ik al mijn vrienden verloor van de ene op de andere dag. En ik moest alles achterlaten. In de opvang kwam ik er al snel achter dat er heel veel dingen niet mochten. De begeleiders die hadden heel veel regels. En heel vaak bleef ik thuis, bleef ik in mijn kamer zitten waar het heel klein was. En ik voelde me bijna opgesloten. Maar deze dingen waren allemaal niet leuk. Maar verder had ik ook zelf heel veel meegemaakt thuis. En dat maakte mij nog verdrietiger. Toch waren er wel dingen die wel leuk waren. Sommige begeleiders die begrepen dat wij het soms wel lastig hadden en die maakten dan kleine uitzonderingen. Bijvoorbeeld ze gaven ons chocolademelk uit de koffiezetapparaat van hun kantoor, terwijl dat eigenlijk niet mocht. En chocolademelk was heel erg lekker en dan mochten we langer opblijven dan van de regels mocht. En dat soort kleine dingen, dit maakte ons wel heel blij. Na een tijdje mocht ik weer uit de opvang en toen waren ik en mijn familie heel erg gelukkig. We begonnen aan een nieuw begin en de tijd in de opvang was voorbij.